Goedenavond, het is 10:55. We gaan beginnen. Goedenavond. De Giro 555 radio- en televisieactie eindigt hier vandaag. En we maken straks ook het eindbedrag van die actiedag bekend. En mooie verhalen straks van Nederlandse overlevenden uit Nepal en Nepalezen over hun familie daar ter plekke. Verder Mark-Marie Huijbrechts en Marcel Mutsers. Ze zijn te gast om te praten over de voorstelling... Ja, meepesant? Meepesant. Meepesant? Meepesant. Wat betekent meepesant? Meepesant betekent tegelijkertijd... En dus... in welke taal is dat? Nederland. Oh. Dat is wel echt Nederlands, Jeroen. Is dat echt een Nederlands woord? Ja, dat is echt een Nederlands woord. Nou, het is een beetje Frans-achtig Nederlands woord. Oké, een Frans-achtig Nederlands woord. Brabants woord. Brabants woord. Alleen in Brabant wordt gebruikt. Ja, juist. Oké, het gaat over tantes, hè? En over... Het gaat over zussen. Twee zussen. Ja? Maar het zijn jullie tantes, min of meer? Ja, zo min of meer, ja. Maar goed, in Brabant is veel tante, hè? Alles wat... Ja? Beetje dichtbij zijn borst heeft, dat heet zijn tante. Ja, het heet zijn tante. En vaak is je zus ook je moeder. Nee, dat is echt bij jou in de familie. Dat is echt verder nergens. Goed, over die familiebanden kunnen we het zo nog wel even hebben, Dolf. Eerst nog even aandacht voor de Giro 555. Stel je voor dat de aarde beeft, alles schuift, alles scheurt, alles breekt. Er voltrekt zich op dit moment in Nepal een ramp die ze weerga niet kent. Vol ongeloof kijk ik naar de beelden van totale verwoesting. Verwoeste steden, ingestorte huizen. Je hebt niets meer. Dan wil je graag dat je geholpen wordt. De mensen in Nepal hebben uw steun nu nodig. Help Nepal. Ja, de teller staat al behoorlijk hoog. Hij staat nu op 6,4 miljoen euro. Dolf, jij bent ambassadeur. Ik ben ambassadeur van al heel lang van Oxfam Novib. En dat is een van de samenwerkende hulporganisaties die ook hier actief is. Juist. En vanuit die positie doe jij mee aan deze actie met een sportje en ga je straks naar de hal. Het is vaak met die dingen zo van wat je kan doen, dat doe je. En voor de ene is dat een collectebus en voor iemand anders is dat tegen een camera iets zeggen. Ja. Ja. Straks gaan we de week doornemen. Ja. Eerst ga ik heel even naar Merlijn Stoffels. Hij is van het Rode Kruis. Jij bent, Merlijn, in Nepal. Het is daar bij jou geloof ik iets van 2 of 3 uur in de nacht. Hoe is de situatie daar bij jou? Klopt, het is hier midden in de nacht. Ja, ik heb de afgelopen dagen een aantal steden en dorpjes bezocht... die getroffen zijn door de aardbeving. En wat ik daar aangetroffen heb is echt afschuwelijk... Ik was in een bergdorpje in het Kaura district, dus een paar uur rijden van de hoofdstad Kathmandu. En het leek wel alsof daar een bom was ontploft. Er stond geen muur meer overeind. In een paar seconden zijn de mensen daar echt alles kwijtgeraakt wat ze hadden. En wij waren de eerste hulpverleners die het dorpje bereikten. En de burgemeester die kwam huilend naar ons toe en vertelde dat er 11 mensen waren overleden, dat er nog mensen onder het puin lagen. En hij smeekte ons om zo snel mogelijk met hulp te komen. Ik ben wel vaker in rampgebieden geweest. Maar zo'n paniek als in dit dorpje heb ik niet vaak gezien. Ja, welke hulp hebben zij nu als eerste nodig als zo'n burgemeester dat aan jou vraagt? Ja, deze mensen die hebben eigenlijk vaak alleen nog maar de kleding die ze aan hadden tijdens de ramp. Dat hebben ze op dit moment. En voor de rest slapen ze al dagenlang in de open lucht, in de regen... Dus ze hebben tentzeiltjes nodig, zodat ze in ieder geval droog kunnen slapen. Ze hebben zich al dagenlang niet kunnen wassen, geen tanden kunnen poetsen. Nou ja, dat soort dingen moet je ook regelen. Dat ze in ieder geval een tandenborstel hebben en zeep. Dat ze weer een wc krijgen, dat ze zich kunnen wassen. Maar ook gewonden die al dagenlang geen medische hulp lopen en met onverzorgde wonden lopen. Nou, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Ook dat soort hulp is nodig. Ja, wat dat betreft, dan hebben we het vooral over de hoofdstad, maar als we naar die dorpjes kijken... Daar moet de hulp nog op gang komen. Daar moet echt gigantisch veel gebeuren. Ja. De paniek is daar echt enorm. Jij bent al vaker in rampgebieden geweest, wat natuurlijk ook hoort bij het werk wat je doet. Maar wat heeft, nu jij hier bent, de meeste indruk op jou gemaakt? Nou, ik was in een dorpje en daar was inderdaad alles stuk. En ik sprak daar met een man en die stond er op zijn eigen puinhoop van zijn huis. Stond daar de puin op te ruimen.
En hij vertelde mij hoe het gegaan was tijdens die aardbeving. Hij kwam thuis en hoorde zijn dochter in die puinhoop roepen: papa, papa, help me, help me. En nou ja, hij ging zo snel mogelijk als hij kon, ging hij al het puin ruimen in dat huis. Maar het was te laat, zijn dochter was al overleden. En ja, in het dorp zag ik ook een 77-jarige vrouw die ook aan het zoeken was in het puin, in de stofhopen. En ik vroeg haar van: wat zoek je? En toen zei ze: ik zoek een foto van mijn man die is overleden. En ja, die gaat ze natuurlijk nooit vinden. Nee. En een ander jongetje in het dorp, een jongetje die zijn zusje was kwijtgeraakt, zijn zusje van 3. En die zei tegen mij: ja, ik ben gestopt met huilen, anders overleef ik het niet. Nou ja, dat soort trieste verhalen. We kunnen deze mensen niet in de kou laten staan. Dus in ieder geval moeten we zorgen dat ze hulp krijgen, zodat ze de komende tijd weer wat te eten en drinken hebben en in ieder geval weer een dak boven hun hoofd. Duidelijk. Dank je wel voor nu op dit moment en sterkte daar de komende dagen, want dat hebben jullie allemaal hard nodig. Dolf, jij gaat straks weg hier, dan ga je naar de Halle, dat is hier een paar honderd meter verder, waar het actiecentrum is. De hele dag Radio 2 en alles wat er gebeurt. Ja. En jij komt dan aan het einde van de uitzending ook bekendmaken wat er allemaal is opgehaald. Elke vrijdag zit jij hier aan tafel. Ja. En dan is het eigenlijk altijd vrolijk en leuk en we hebben gezelligheid. Dan je doen hebt we net het. Ook de zaal een beetje warm gemaakt, dus... Het klinkt een beetje raar dat we nu weer gewoon met plezier doorgaan, maar dat doen we toch. Nou, je ziet het eigenlijk, wat er nu gebeurt. Het is allemaal vreselijke verhalen die we horen. En gelukkig kunnen wij van alles doen en dat gebeurt ook. Je zag het maandag aan deze krant, was de kop van het Parool, of de voorpagina. Waar je aan de ene kant zie je verwoestende aardbeving, nou, de beelden en we hoorden verhalen. En daaronder, hier gebeurt het in Amsterdam. Dat waren alle dancefeesten, vrolijke bijeenkomsten, gay prides en aanverwanten. Ja. Dat is wat de wereld is. Ja. En dat zijn soms hele harde overgangen. Wij hebben onze koninklijke familie, die we allemaal in ons hart dragen, die hebben de moeite genomen om naar Dordrecht af te reizen, omdat niemand anders dat doet. En dat vind ik echt te prijzen. Weet je wel, dat zijn mensen die gewoon een publieke functie hebben en echt ruim boven de balken en de norm zitten. En die gaan voor ons naar Dordrecht, dat wij niet hoeven. En ik zag een foto, kijk even naar onze koninklijke familie, die komen daar aan op een soort van bulldozer die gewoon door de keukenhof is heen gerost om het gezellig te maken. Weet je wel? Ja. En die horen vioolmuziek die afzichtelijk klinkt, die zien Bagger en die zijn gewoon blij met Bagger. Dat is ons koningshuis, Jeroen. Ja? Ja, voel je de emotie? Nee, ik voel de emotie. Die moesten frikandellen ontlopen, want ze kregen frikandellen. Want Dordrecht is trots op frikandellen, ja? Er is nu iemand bezig om dit in het Nepalees te vertalen. Kan je ongeveer nagaan wat daar gebeurt? It is impossible. Frikandel. You don't want a frikandel. Believe me. Ja. Frikandellen, dat is slachtafval. En Dordrecht is trots, want Dordrecht heeft ons een aantal dingen geleverd. Baggeren, incest, christenfundamentalisme en frikandellen. Dat is waar we voor staan, dames en heren. Afijn, volgend jaar gaan ze naar Limburg, de koninklijke familie. Dat is nu al bekend. Okay. Dus dan krijgen ze de plaatselijke specialiteiten uit Limburg. Dus dan hebben we het over abrikozenvlaai, belastingontduiking, vriendjespolitiek en onterecht declareren. Dat zijn een beetje de Limburg specialiteiten. En verder is het een leuke provincie natuurlijk. Het enige probleem is het vervoer naar Limburg. Ik weet niet of je dat hoorde, dat zijn allemaal kleine feiten, grote feiten. Er is heel veel openbaar vervoer in Limburg. Dat is natuurlijk logisch dat mensen willen vluchten. En de meesten willen naar het noorden, naar de beschaving. Treed jij nog wel eens op in Limburg? Eigenlijk na deze avond niet meer. Nee, maar Limburg is een hartstikke leuke provincie. Maar ik vind vluchtelingenstromen vind ik erg. Dus ik pleit voor opvang in eigen regio. Dus ik dacht aan Vlaanderen. En waarom ik erover begin is dit. Je hebt de NS, die ken je. En dan heb je allerlei andere organisaties van openbaar vervoer. Nou blijkt, er is een probleem in Limburg. Er is namelijk een nieuwe aanbesteding. Wie mag het vervoer gaan regelen om die mensen... Fijn. Er zijn allerlei bedrijven, ik heb ze ook opgeschreven, er zijn heel veel bedrijven die dat willen. Ja. En dan blijkt dat je hebt Veolia, de Arriva, de Abellio en de Qbuz. Nou, de Qbuz is een dochter van de NS. En nou blijkt, me even die kop zien, dan blijkt dat ze zeggen, er is fraude. Nou ja, fraude in Limburg, dat verwacht je niet. Maar het is wel gebeurd. En dan blijkt dus, de NS heeft iemand in dienst genomen van Veolia, zodat ze die aanbesteding lager konden doen en daarmee hem binnenhalen. En dat mag niet. Weet je wel, de NS heeft ook gezegd, dit voldoet niet aan onze cultuur. Want die wilde gewoon dat die onthulling met vertraging zou uitkomen. Maar het is nu uitgekomen. En je neemt dus iemand in dienst om daarna de boel te tillen. We zijn nu één stap verwijderd, volgens mij, van de directeur van de NS... die een afgezaagd paardenhoofd in het bed van de directeur van Veolia legt. En dat is echt een gedoe, want je moet zo'n paard vangen. Mm-hmm. En dat paard wil niet. Weet je, heb je dat weer, een Ankie van Gunsven gezeik. Maar zo'n paard denkt ook van, weet je, het is wel erg dat je dood bent. Maar liever dat dan in een frikandel. Dat begrijp ik dan ook alweer. En dat is wat het is. Het gaat trouwens, dat weet ik ook, het bedrag. 75 miljoen per jaar, concessie. Ook maar voor. 15 jaar. Als je dat doorrekent, gaat het om 2 miljard euro.
En dan voel je gelijk, 2 miljard, dat is een hoop geld of niet. 2 miljard om het in perspectief te zien. Daarmee hou je de Griekse economie ongeveer 1,5 uur overeind. Dus dat is echt... Het is dan echt 2 miljard. Als in Limburg is dat 3 wethouders en een tunnel. Dat is ongeveer wat het is. En daar is nu dus gedoe over. En ik heb een onthulling. Het bedrijf gaat er komen vanaf volgend jaar. En de bussen zijn ook al bekend. En dit verzin ik niet. Dit zijn de bussen die gaan rijden namens de nieuwe organisatie. En kijk, die heten Door. Snel Door. En de naam is Door. En zij zeggen, waarom heten ze Door? Nou, het is al heel grappig. Snel Door, toch? Ja, maar er zijn grappig. Meer redenen. Luister goed. Ze heten Door, want ze gaan van door toe door. Ja. Ze rijden door heel Limburg. En in Limburg is Door zowel een jongens- als een meisjesnaam. En daarom, dus, dat is de reden om het door te noemen. Ik kan ook zeggen, als je oversteekt, wat doet de chauffeur dan? Die rijdt door. Dat is wat het is. En ik zal nog één ding in de politiek zien. Reactie is woedend. Het gaat om geld. De politiek reageert. Dijsselbloem was verbijsterd. De Tweede Kamer was helemaal niet blij. En Geert Wilders vond het knettergek. En er moest iemand de laan uitgestuurd worden. En daarom wil ik je deze foto laten zien van Geert Wilders. Die is in Amerika ook heel groot. Hier spreekt hij voor, niet echt voor het congres. Maar voor 5 mensen en een systeemplafond. En, Waar is dit? Weet je waar dit is? Maar ik vind het wel leuk dat ze voor hem speciaal een Arabisch tapijtje hebben neergelegd. Nee, ik ga niet Geert Wilders uitlachen. Dat kan altijd nog. De NS is dus niet blij met alles wat er gebeurd is. Maar het is wat het is. En we gaan er niet verder mee komen. Dus ik zoek een ander niveau. Jeroen, een ander niveau. Heb je... Nou, over een ander niveau gesproken. Stephen Hawking, die ken je wel, hè? Stephen Hawking, En die heeft een... hij zat op een soort college tour. Ja. Ik weet niet of je dat gezien hebt. En dan kreeg hij een ontzettend grappige vraag, vond ik. De vraag was namelijk... Wat is volgens u het kosmologische effect van het vertrek van Zayn Malik... uit One Direction en duizenden gebroken tienermeisjes harten als gevolg? Dit is toch een gouden vraag? Ja. U kent Stephen Hawking, een van de grootste fysici van de wereld. Ja? Zit een beetje dubbel gevouwen, maar kan nog steeds van alles. En die krijgt een vraag over One Direction. Het antwoord wat Stephen Hawking die geeft aan antwoord op een vraag over One Direction. Moet je even kijken wat Stephen Hawking zegt. Dat is een groot. Finally, a question about something important. It would not then be beyond the realms of possibility that somewhere outside of our own universe lies another different universe. And in that universe, Zayn is still in One Direction. Het is toch goud? Heel goed. En het is waar. Ik heb het nagevraagd. Ik begrijp het niet, hè? Ik begrijp, One Direction is een beetje K3 voor meisjes met schaamhaar. Maar ik begrijp niet, wat een universum... Ja. Wij hebben een universum, dat kennen wij. Maar er zijn parallele universa. Dat zijn andere dingen. Er is dus een universum. Weet je, iemand heeft me uitgelegd. Die zei, de parallele wereldtheorie is geen theorie. Want er zijn geen experimenten om ze aan te tonen. Dus als je die kan aantonen, is het geen theorie. Weet je, je kan aantonen dat Limburg bestaat. Je rijdt naar het zuiden, ze praten anders, dan ben je er. Dat is duidelijk. Tweede zin van uitleg. Het basisidee is dat elke keer een quantum wave lijkt te collapsen vanuit onze wereld gezien. Dan begrijp ik het al niet. Ik ook niet. Het gaat dus om een universum waar andere dingen waar zijn. Er is dus een ander universum. Meerdere. Er is een universum waar RKC Waalwijk de Champions League zou kunnen winnen. Ja? Je kijkt me aan, ik kan niet. Er is een universum waar Arjen Robben niet geblesseerd is. Ja? Er is een universum waar ik Nick en Simon uit elkaar kan houden. Dat is wat het is. Dat is toch fascinerend? Nou, dat vind ik echt, dat vind ik mooi. Weet je. Maar ik begrijp het niet, hoor. Maar ik begrijp het ook niet. Alles te begrijpen. Toen zag ik nog een paar kleine dingen in ons universum. Dit zijn berichtjes die je misschien gemist hebt. Pam, dat is een snoeihard schakelen. Pam, dan krijgen Stephen Hawking niet weg. Kijk, dit kan je niet verzinnen. Dit is een trein in Duitsland. En wat er gebeurd is, mensen hebben een muur gemetseld... in een trein. Ik heb geen tijd om het te verzinnen. Het mooiste vind ik het onderschrift. Kijk maar, hier kon niemand meer in stappen. Dat is echt voor lezers van het AD. Maar daar gaat het niet om. Er werd letterlijk gezegd door de politie... de daders waren handige jongens, want de betonblokken waren op maat gemaakt... en met specie en lijn op elkaar gezet. Dat vind ik echt goud. Ze hebben het eerst geprobeerd met slagroom, maar dat hield niet. Specie, dat werkte veel beter. Maar waarom? Niemand weet waarom. Dat is een ander universum, Jeroen. Ja. We weten het niet. Ander bericht. Zoetermeer. Ken je wel? Zoetermeer gebeuren ook dingen. Kijk. Plassende honden? dat dit vertaald wordt in het Nepalees, ik kan er zo van genieten. Ja. Het is onmogelijk. Wat er gebeurt is, er vallen lantaarnpalen om in Zoetermeer. De oorzaak? Plassende wat honden. Ik nu voor me zie, is Geert Wilders. Ja? Die een woedend verhaal houdt in het congres van... You know where it is really worse? It is in Sweeter Lake. Dat is Zoetermeer. In Sweeter Lake, there are dogs. And they are Muslim dogs. And they are peeing against our... Lantaarnpaal, thank you very much. Nog één ding, dat is het laatste. Ja. Een van de mooiste beelden van deze week. Luister, dit is een minister die zich niet bezighoudt met bed, bad en brood, maar met de realiteit. Dit is minister Hennis.
Dat is een stoere vrouw. Iedereen zag die foto en denkt, wow, wat zijn die twee aan het doen? Maar ik heb het origineel van de foto voor je meegenomen. Kijk, dit is eigenlijk wat er echt gebeurd is. Dit was mijn universum. Dankjewel. Dankjewel, Dolf. Dankjewel. Jij gaat nu naar de Hallen, hier een paar honderd meter vandaan. Daar gaan we elkaar straks spreken. Dat zal met veel meer vertraging gepaard gaan dan net toen we eventjes contact hadden met Nepal. Dus ga maar snel, dank zou je. Ik zeggen. Oké, okay. Er is een heuse ster in ons midden, Ram. Jij moet even zeggen wie dat is. Rajesh Hamal. In ons midden. Hij is een Nepalese bekende ster, acteur. Leuk van hem is in de kleine filmindustrie in Nepal. Hij heeft in de afgelopen 26 jaar 300 films gespeeld. Okay. Dus er is geen Nepalees Nepalees die hem niet kent en die hem niet eert. We hebben wat beeld van hem. Zullen we er even naar kijken? Ja. You're here on a tour now in Holland, right? Yes, I am. Yeah. Actually, in Holland, you know, I came to meet my cousin who is here, who lives in Holland. Okay. Actually, I had a program in Paris, and when the program canceled in Paris, I thought I wanted to come to Amsterdam because it's one of the most interesting city in Europe. And I also have a cousin who lives here, so it's like killing two birds with one stone. But when I got here, of course, I met the entire Nepali community and the organized fundraising program this morning in one of the Nepalese restaurants. Where were you at the time of the earthquake? I was in Paris, and we were supposed to have a program on Sunday, and the earthquake happened on Saturday, just the day before, so the whole thing was called off. Mm. So it was actually quite sad because we had, you know, the program was arranged maybe 6 months ahead, so we had booked the hall and we're all very excited. But on the 11th hour, the program had to be canceled and we were kind of devastated. Yeah. You are a celebrity in your own country. What can you do to help the people now? It's raising voices, you know, connecting with the people, because when you are a public figure, you know, people expect you to react in a situation like this. And I must say that I'm unfortunately, you know, I'm away from my country at this moment. I will be going to Nepal on the 7th of May. Tomorrow I fly to Helsinki and I'm going to stay there for a few days and then off to Nepal on 7th of May. But of course I would like to go sooner, and the people in my country expect me to be there sooner than the 7th, but somehow I cannot change the ticket, so I'll have to wait till the 7th before I go and start lifting rocks and bricks and things like that with the people. They will wait for you. Thank you. Yes. Straks ga ik uitgebreid praten over Nepal. Met allerlei mensen die daar persoonlijke verhalen over hebben. En ik ga iets heel anders doen. Namelijk praten met Mark-Marie Huijbrechts en Marcel Mussers over hun favoriete tantes. Maar eerst nu het globale nieuws van de Speld. Tinky Winky kijkt uit naar het nieuwe seizoen van de Teletubbies. Dat zei de paarse Teletubbie-corrivee vanochtend in Barbapapa. Het populaire kinderprogramma van Barbapapa. Vooraf was er veel commotie over het feit dat Tinky Winky te gast zou zijn. Veel kinderen vinden dat de televisie te navelstaarderig wordt als bekende tv-figuren vaak bij elkaar langskomen. Vorige week mocht Grote Smurf aanschuiven in Sesamstraat om een kwartier te praten over zijn nieuwe boek Het zijn het Smurven. Ook dit leidde tot ophef op Twitter. Tinky Winky noemt alle kritiek overdreven. Hij zegt dat hij buiten de uitzendingen nooit contact heeft met Barbapapa en alleen maar benaderd werd door iemand die zei, kom op bezoek bij Barbapapa. Wij gaan praten over Meepesaand. Dat heb ik net geleerd, is een Nederlands woord. Ja. Wordt voornamelijk gebezigd in Brabant. En wat betekent het ook alweer? Tegelijkertijd. Het is de titel van de voorstelling die jullie doen. Die hebben jullie al eens eerder gedaan, hè? Want het is een lunchvoorstelling van een aantal jaar geleden, geloof ik. Ja. Ja. Waar gaat die over? Nou, het gaat over twee zussen die, waarvan de derde zus is overleden. En het gaat over die dagen die... Dus de grote schok van iemand is overleden, die is net geweest. Ja. En het is eigenlijk de dagen tussen de begrafenis en het sterven, zeg maar. Die dagen dat de familie van alles moet regelen. En dat je
op een of andere manier los bent van het gewone leven. Want op een of andere manier zijn dat soort dagen... Ik heb die een paar keer meegemaakt en dan ben je... Ja, los van alles. En dan moeten er dingen geregeld worden. Maar je hebt ook weer heel veel tijd om samen te praten en herinneringen op te halen. En dus dat zijn typische dagen. Ja, wat voor rol heb jij, Marcel? Ik ben zijn zus. Dat is al heel wat. Nee, we zijn gewoon twee Tilburgse zussen. Ja? Uit een groot gezin. En een beetje gemodelleerd naar onze tantes en moeders en buurvrouwen. Waar wij, maar jij bent een beetje de lieve. Ik ben een beetje de lieve, ja. En zij is een beetje de kooi. Ja? Zullen we, even, we hebben natuurlijk wat beeld. Zullen we even kijken om even een beetje een idee te krijgen wat we zien dan? Ja. Ja. Met de komst van hun lieve dochter Chantal. Die niet helemaal goed is. Ik zou hem erin zetten. Dat weet toch iedereen wel. Met de komst van hun lieve dochter Chantal was haar geluk compleet. Geluk compleet. Ze was een levensgenietster. En juist daarom is het zo triest. Juist daarom is het zo triest dat ze op haar eerste cruise... Een droomreis waar ze haar hele leven naar had uitgekeken, plotseling van ons is weggerukt. Ja. Ja? Maar ja, onbeperkt kip eten moet net tegen ons scherp zijn. Twee zussen die met een zekere mate van spot en humor toch nog even kijken naar die derde zus die er niet meer is. Ja, en je komt een beetje te weten wat er met die derde zus is gebeurd. Maar dat is ook een beetje een soort. Blijft ook een beetje een mysterie. En het is. Ja, het gaat over. Zoals Brabantse vrouwen, zoals wij Brabantse vrouwen kennen uit mijn jeugd. Weet je wel? Dat is heel warm en fijn om bij te zijn. Maar die hebben ook zo'n bepaalde manier om. Nou, ook met dood om te gaan. Dat is altijd. Onderwerp van gesprek. Ik weet dat ik had twee tante Wil, tante Annie. Er waren geen echte tantes, maar er waren buurvrouwen. Eerst wat ze 's ochtends deden is. Ben ik het? Nee. Ja, ik weet het niet. Ja, ik zie jou kijken naar mijn microfoon. Ik hoor ook iets. Ja, Jeroen. Ik hoor gekraken. Ik hoor het ook. Maar. Ja. En het is als ik zo doe. Als ik zo doe. Nou, doe dan eens andersom. Ja, maar het lijkt net of het hier vandaan komt. Ja, maar ik zal niks meer bewegen. Ja. Maar die keken bijvoorbeeld 's ochtends. Eerst wat ze deden is 's ochtends naar in de krant kijken wie er dood was. Ja. En als ze dan dachten, och, is dat niet die man van die wij wel eens bij de slager zien? En ze wisten niet zeker. Dan gingen ze 's avonds naar het eten, deden ze jas aan, gingen ze naar het Rooms leven, er lagen mensen opgebaard. En dan gingen ze kijken of ze die of dat man. Zo was. Ja, terwijl heel de familie daar heel erg stond te huilen. En dan hadden ze, oh ja, hij is wel. Of oh ja, hij is niet. En dat was hun uitje, zeg maar. En dan gingen ze soms ook voor de sfeer gingen ze naar een begrafenis gewoon, omdat ze dan onverwerkt verdriet hadden. En dan gingen ze naar een. Ja, dat was een soort. Dat... Naar zomaar een begrafenis, dus naar eigenlijk. Zomaar een begrafenis. Ja. Dat was familie van jou? Nou, nee. Er was Er waren buurvrouwen, tante Wil en tante Annie. Hoe staat het bij jou? Want jij zei net ook gemodelleerd naar mensen die jij kent. Wat heb jij ook dit soort rare tantes gehad? Nou ja, nou niet zo extreem volgens mij. Maar de Tilburgse mentaliteit is wel zo. Mensen zijn... Ja, god, het is zo moeilijk om te typeren. Ik kom gewoon uit een familie met heel veel werkers, hardwerkende mensen, met grote gezinnen, die heel sociaal zijn en tegelijkertijd het niet makkelijk hebben gehad altijd. Dus ook heel hard hebben moeten werken om gewoon een beetje een leven te hebben. Ja. En best wel een beetje hard tegen elkaar. Dus het wordt allemaal best wel... Zussen en zo zijn best wel eerlijk tegen elkaar. En dat ze het zeggen zoals het is. En dan wordt er even gehad en dan stappen ze weer over. Ja. Ik weet ook niet of het echt Brabant is. Want ik merkte dat de vorige keer dat wij de voorstelling speelden... dat nu gaan we ook naar Alkmaar, naar Velzen en zo. En dat zijn toch plaatsen waar dan denken mensen... oeh, het gaat in plat Tilburg en dat herkennen we niet. Maar wij hadden ook Surinaamse mensen... in de zaal zei, ja, ik heb Surinaamse tantes, precies zo. Of een, Alek Groenteman zei, het zijn mijn Joodse tantes. Dus er zit iets universeels in. Alleen, wij doen het heel Brabants en het is... Ja, we doen het Brabants en voor Brabants is het leuk... maar voor de rest van Nederland is het eigenlijk ook leuk voor mij. Maar het is dus hopelijk wel enigszins te verstaan. Ja, we hebben het al in heel Nederland gespeeld. Dus dit verstaan je toch wel, wat we net zagen? Ja. Nee, natuurlijk. Dit is heel te verstaan. Nee, het is heel goed te verstaan. Ja. We hebben jouw zussen ook. Mijn zussen? Jouw tantes bedoel ik. Mijn tantes. Daar hebben we ook een beeldje van. En hier praten ze. Ze hebben ruzie gemocht hebben.
Ik geloof niet dat ik ooit ruzie gemaakt heb. Dat durfden we niet. Net genaamd tegenwoordig allemaal. Dat zou een Spaans moeder niet genomen hebben. Dit wordt wat moeilijker te verstaan. Ja, maar dat is ook plat, hè? Wij doen het ABT, dat is het Algemeen Beschaafd Tilburg. Ja, dat is echt een verschil, hè? Ja. Mijn moeder sprak tegen mijn oma, sprak ze echt Tilburgs. En tegen ons, Algemeen Beschaafd Tilburgs. Dus tegen ons zei ze, als Natalie in het kanaal springt, springt hij dan ook in het kanaal? En dan zei ze tegen mijn oma, nee, ik zeg net, als Natalie in het kanaal springt, springt hij ook in het kanaal. Dus dat is het verschil, juist, zeg maar. Ja. Wie hoorden we nu net eigenlijk? Nou, tante Artje, tante Griekje en tante Nettie. Ja? Dan hoorde het ook wel. De jongste zus van mijn moeder, de oudste zus is rechts en de middelste zus is middenin. En heb jij dit opgenomen? Dit heb ik opgenomen, ja, maar dat is 10 jaar geleden opgenomen toen ze allemaal nog leefden. Dus, omdat ik toen een voorstelling over mijn moeder maakte. Ja, want je bedoelt dat ze nu allemaal dood. Ze zijn allemaal dood? Allemaal. Oké. Maar goed, nog wel even op tv. Zeker. Ik ben vergeten het aan mijn neven en nichten te zeggen. Ik hoop dat ze kijken, want het is toch wel leuk. Ja. En waarom heb je dat dan opgenomen 10 jaar geleden? Omdat ik een voorstelling over mijn moeder maakte, samen met Maria Goos. En toen dacht ik dus leuk om die zus, om dat Brabantse gevoel te... Dus ben ik bij zo'n kaartmiddag gaan zitten. En uiteindelijk heb ik het nu ook gebruikt, niet dit bandje, maar om ons te laten inspireren voor deze voorstelling. Hoe heeft dat jou gevormd eigenlijk? Die vrouwen die daar dus kennelijk allemaal deel uitmaken van het dagelijks leven. Vrij blunt, vrij bot misschien af en toe gewoon zeggen wat ze ergens van vinden. Nou ja, het gaat altijd, tenminste bij ons huis ging het altijd met humor. Dus het was wel rechtstreeks, maar het was er werd altijd eigenlijk voornamelijk heel erg gelachen. Dus het was, dat heeft mij wel gevormd. Ja. Als ik bij ons thuis kwam en die buurvrouw en de tantes waren, tante Loes, tante Cor en zo, tante Phil, dan was het een soort heel warm en heel veilig. En binnen die veiligheid konden ook dingen gezegd worden. Dus het was, want zodra als er een vreemde bij was, dan sluiten de rijen. Juist. En dan wordt er niks meer, snap je? Ja. Dus het was daarin heel veilig. Het was een beetje een soort, en ik zeg in de voorstelling ook, een soort stalgevoel. Hmm. Weet je wel, dat je gewoon als klein kalf in de stal staat en denk ja, gezellig. En het is warm en het is prima en ik heb mijn eten. En dus dat is een soort heel veilig gevoel, ja. En bij jullie kaarten ze veel en bij ons kaarten ze ook veel. Er was echt... Kaarten was een soort ding om bezig te zijn, maar ondertussen het over het leven te hebben. Die tantes die kaarten onderling dan ook? Bij mij trouwens werd op dinsdag om de zoveel weken gekaart met al die tantes. Die zussen van mijn moeder, een stuk van 6. En die kaarten dan van 11:00 tot 11:00. En met geld. En diegene moest ook koken. Maar ondertussen hadden ze het eigenlijk over het leven. Over die moeilijke mannen, over de kinderen. Over de dingen in de wereld. Dat kaarten nu wel. Ja. Maar het is een soort bindend. Maar jij zegt het was een stalgevoel, dus het was warm. Dus jij was niet onderwerp van spot. Het was warmte wat je kreeg eigenlijk. Ja. Nee, het was geen onderwerp van spot. Nee, dat was buiten de deur. Ja. Binnen de deur was het allemaal warm. Ja, en dat gold voor jou ook? Ik heb een hele goede herinnering aan. Dus het was eerder prettig. Kennen jullie elkaar eigenlijk uit die tijd? Dat is wel raar, want er zijn heel veel links tussen ons. We zijn natuurlijk ook triple, maar wij hebben elkaar eigenlijk vroeger nooit gekend. Maar zijn beste vriend van vroeger was de broer van mijn beste vriendin. Vroeger. En mijn tante Annie werkte bij jullie in de zaak. En zijn tante Annie werkte bij ons. Bij mijn... En mijn tante Tini, dat is nog het leukste. Tini, dat is leuk die om was te vertellen. De cashière van de stad Schouwburg, 45 jaar in Tilburg. Ja. Daar is tante Tini. Daar is tante Tini. En daar stond hij vroeger ook. En zij heeft ons bij elkaar gebracht. Zij is ook dood intussen, helaas. Dorrie zegt, ze gaan maar allemaal dood. Maar die heeft ons bij elkaar gebracht en tante Tini. En we zijn ook nog familie, want... ik weet, maar ik heb het daar ver weg. Maar er is niet ver weg. Tante Tini was getrouwd met ome Paul. En ome Paul, zijn zus, die was getrouwd met de man van mijn tante. Ja, ik heb al maar dat is ik familie. Weet het dat is dus familie. Ja. En dus. Zijn tantes zijn allemaal dood? Die van jou ook of niet? Ja, van mij ook. Alleen tante Loes is er nog. Ja. Tenminste, van de broers en zussen van mijn vader, van mijn moeder. Ik heb ook nog wel schoonfamilie die leven. Maar hebben we het nu ook over het portret van een generatie? Of zijn er weer ergens over nieuwe tantes opgepopt die dit ook allemaal weer doen en aan het kaarten zijn? Ik denk wel dat er van dit soort mensen net in andere kleren denkt. Net iets hippen, misschien net in andere omgevingen, maar wel op diezelfde manier. Zeker. Ik denk wel dat dit een generatie is. Maar ik heb wel neven of nichten ook uit mijn familie die soortgelijk... Ja, het verandert omdat vrouwen nu ook werken en... Maar Ken jij het uit jouw leven, dat soort tantes? Nee, er waren wel wat van die tantes waarvan ik dan wist dat het geen familie was. Maar ja, er gebeurde niet zoveel bij ons thuis eigenlijk. Had jij geen warme gevoelens naar? Nee. Maar je had wel warme gevoelens naar mensen, toch? Naar andere mensen Naar andere mensen wel, maar niet per se naar die tantes. Nee. Ja. Nee, helemaal niet eigenlijk zelfs. Nee.
Nou ja, goed, maar ik woonde ook niet in Brabant. Misschien dat ik die warmte ook wel gemist heb. Ja. De voorstelling van jullie is vanaf wanneer te zien? Zondag. In Utrecht de eerste. Ja? En dan in Brabant is het een beetje moeilijk om nog kaarten. Maar in Velzen, Alkmaar. Omdat mensen denken Zaandam dat we daar niet nog spelen. Dus ja, we spelen in Velzen, Alkmaar, Zaandam en Utrecht. En dit allemaal ter ere van het jubileum van Muggert Grauwertand. 30 jaar. Dank jullie wel. Ja, dank je. Aan het einde van de actiedag, want er is, u heeft dat vast op de een of andere manier wel meegekregen, de hele dag een actiedag geweest op radio en televisie voor Nepal. En ik ga praten met heel veel betrokkenen over Nepal en de aardbeving. We hebben hier heel veel Nepalezen, onder wie ook Ram Budak. Ik had ook gewoon gezegd Ram. Budak Ram, hè? Ja, Ram is goed. Ram. Ja. Ik ga ook praten met Ilse en Sietse. Zij wonen in Nepal en zij beginnen deze week met hun kleine kinderen. Zijn zij teruggekomen uit het rampgebied. Met Monique van het Hek van Plan Nederland. Zij was in Nepal toen de aardbeving plaatsvond. En goed nieuws voor Erik Steffens, die daar zit. Zat al eerder bij mij aan tafel, we spraken hem ook al toen. Hij maakte zich ongerust over zijn kinderen, die toen nog op een berg zaten. Die had ze zelfs eerst nog helemaal niet gesproken. Nee, en je wist zelfs eerst niet of ze nog leefden. Ze zijn nu van de berg af. Ze komen naar Nederland. Ze zijn onderweg. En ze zitten in het vliegtuig. Geloof ik morgen. Ze zitten nu in het vliegtuig. Ja. Goed. Die heftigste aardbeving in Nepal in 80 jaar heeft inmiddels in ieder geval al het leven gekost aan 6.250 mensen. Er zijn 2,8 miljoen mensen dakloos. Hospital veraun sa ab timi bhi chinta na line timi ek tau marok dinus na. Als ik naar jullie kijk, dan zie ik dat er ook mensen zijn die deze beelden nog niet gezien hebben. Schrok je ervan? Ja. Jij was, Ilse, in Nepal op het moment van de beving. Waar was je? Ik was bij een hotel in Pattan. Dat is een stad die aan Kathmandu vast ligt. En ik ben juf op de Nederlandse school, onder andere. En we waren daar de Koningsspelen aan het vieren. De Koningsspelen? Ja. Dat deed je dus al voordat het Koningsdag was, eigenlijk? Ja, want we hebben alleen op zaterdag vrij in Nepal. Dus zaterdag was de algemene vrije dag, dat iedereen ook naar een vrijmarkt kon komen. Is dat in die zin een geluk, omdat je dan met z'n allen buiten was? Zeer zeker, zeer zeker. Ja. Ja. Wat deed je toen? Wat gebeurde er? Ik liep in een... In een roze jurk. Daar liep ik, in die roze jurk met die oranje hoed op. Ik heb dit ook nog niet eerder gezien. Oh, nee. Ja, dit hebben we van jouw buurvrouw Gerda gekregen. Ja. Ah, fijn, maar dit is dus vlak voor de beving, hè? Dit is vlak voor de beving, ja. Er is een feestje, er is vrolijkheid. We hadden koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix op bezoek, zoals u ziet. Ja. Siska, jij was er ook bij, hè? Ja, ik zie mezelf daar ook en mijn dochter. Ja, ja. Die gaat nu ook mee. Ja, die wordt door Ilse omhoog geholpen hier. Dit is, gewoon een fijne, leuke, vrolijke dag uit het leven van Nederlandse gezinnen die in Nepal wonen. Wat gebeurde er? Hoe merkte je dat er wat aan de hand was? Nou ja, het was echt binnen een paar seconden werd je gewoon van je voeten afgegooid. Ja, de aarde begon te beven. En golven, je kan niet blijven staan. En paniek, gegil, gehuil. We hebben beeld, want jullie waren ook in de buurt van een zwembad. Laten we even kijken naar het zwembad en praten even door wat daar allemaal gebeurt. Het is onvoorstelbaar eigenlijk dat het... Dat... Ja, uit het zwembad kwam dus door de aardbeving kwam dus een enorme tsunami eigenlijk. Dus je moest hier en je voet... veiligheid zoeken, maar ook voor het water. Want kleine kinderen zouden gewoon mee... Godverdomme, Bahar. Oh, sorry. Ja.
maakt niet uit. In ieder geval, dit is even het beeld van mensen die ook ontzettend veel geluk hebben gehad, omdat jullie buiten waren op het moment dat de beving er was. Ja. Hebben jullie mensen uit jullie directe omgeving verloren bij deze beving? Ja, wij hebben, nou ja, niet heel, heel direct, maar wij hebben Ashish, die werkt voor ons. En daar zit hij met zijn familie. Ja. Maar zij zijn hun zoontje van 9 jaar, zijn ze verloren. Ja. We zijn 2 weken geleden bij ze op bezoek geweest. En hun huis is weg, zijn zoontje is weg, is dood, zijn vader is dood. En ze hebben gewoon niks meer. Ja. Dit is bij ons thuis. Ze logeren nu bij ons thuis in Kathmandu. Hij heeft ze gelukkig weg kunnen halen. Want hij woont in Sindhuli Patsok, als ik het goed uitspreek. Ja. En dat is een van de zwaarst getroffen districten. Yes. Jij bent teruggekomen met jouw familie nu. Ja. En bent dus nu hier in het veilige Nederland. Ilse, jouw man is nog wel daar, hè? Ja. Wat doet hij daar? Mijn man is Nepalees. Ja? En mijn hele schoonfamilie, alles, die zijn in Nepal. Ja. En mijn man is nu, daar is mijn man. We hadden net, wij werken ook met onze stichting in het gebied waar mijn man ook vandaan komt. Onze stichting Dio Nepal. Hadden wij net 2 weken geleden vrouwenprojecten geleid in de dorpen. Dat was hier nu, daar ziet u de foto's van. Ik denk dat ik daar 1,5 week geleden stonden we daar. En dat is ter hoogte van het zwaarst getroffen gebied ook. Kijk, hier hadden we net, ik had met de kinderen een heel project gedaan. Hij is nu bezig om natuurlijk zoveel mogelijk hulp te verlenen wat hij kan. Ja, maar hij is heel erg van het netwerken. Och, hier zit een mevrouwtje, ze is 80 jaar getrouwd. 80 jaar getrouwd. 80 jaar getrouwd. Ja. Getrouwd, ze is getrouwd toen ze 5 was. Ja. Alles weg verder. Ja. Maar normaal ook destijds. Ja. Maar sowieso in dat ding, daar is alles is weg. Alles is weg. Alles is weg. En mijn man die is heel hard bezig nu om. Hij is nu een vrachtwagen aan het regelen en tenten. Kon ik hem gelukkig even bereiken. Hij zei: ik moet 100 tenten regelen. Ik moet in ieder geval iets doen. En hij heeft de middelen niet, maar wel de contacten. Ja. Maar hij zegt: er is nog helemaal niks bekend in dit gebied. Alles ligt er nog onder puin. Shriti, jij bent 6 jaar geleden naar Nederland gekomen, hè? Als au pair. Ja. Heb je al contact gehad met je familie? Ja, ik had wel gisteren, na 3 dagen zeg maar. Ik kan niet heel vaak bereiken, want ze hebben geen netwerk daar. Nee. Dus ja, netwerk liggen wel vaak plat. Dus helaas, soms 1 keer een dag en gewoon een minuut of zo. Maar hoe is het met de familie? Ze zijn wel veilig, gewoon buiten. Maar ze hebben vandaag pas tent en eten gekregen. Dus na 6 dagen, zeg maar. En staat hun huis nog overeind? Ja, de huis hebben wij helemaal niet meer, dus... Dat is er niet meer? Nee. Dus mijn huis is ook weg, ja. En wat betekent... Ja, als je huis weg is, dan heb je... Ja, uiteraard heb je dan niets meer, maar... Nee, maar wij hebben wel de hypotheek, dus... Maar wel een hypotheek. Die moet je wel betalen, ja. Ja, ja. Ja, dat is dus dat is vrij duidelijk hoe groot het probleem dan is op dat moment. Ja, klopt. Ja. Hoe is dat bij jou, Ram? Jij woont in Nederland al 14 jaar inmiddels. Ja, klopt. En je hebt familie in Nepal? Ja, mijn ouders en de rest van mijn alle familie die wonen nog in Nepal. Hoe gaat het met hun? Naar omstandigheden goed. Ik zeg tegen altijd met mijn ouders van, hou vol. We hebben elkaar nog. Er zijn heel veel gezinnen die waar kind kwijt is of de hele gezin weggevaagd is. Dus wij hebben elkaar nog, dus we moeten elkaar vasthouden. En we moeten volhouden totdat de nabevingen weg zijn. Totdat ze weer in huis kunnen terugkeren. Nog de vraag of ze terug kunnen keren. Ja. Maar die nabevingen, want dat vind ik het enge. Die nabevingen, dat kan nog tot zeker een maand, tot een half jaar. Die tweede... Gaat dat nog door? De tweede dag was nabeving. Ja, op dat moment was ik in gesprek met mijn moeder. Ja. En... mijn moeder zei opeens, dat is aardbeving, ik moet eruit, ik moet eruit. Dus ik zei tegen mijn moeder, zeg maar, ga maar wegrennen, ga maar eruit. Dus mijn moeder rende weg, naar buiten. Bij de voordeur struikelde ze viel. Mijn moeder heeft 1 jaar geleden hersenbloeding gehad, dus ze loopt heel mank. Ja. Dus ze kon niet overeind komen. De aardbeving was er toen. Ik hoorde haar op de telefoon, maar ik kon niks doen. Ja. En ze zegt van, lieve heer, dit was het dan. Dus op dat moment was het een heel erg moeilijke moment om zover te zijn en te beseffen dat die moeder daar hulpeloos ligt. Ergens. Machteloos allemaal, hè? Ja. Ja. Hoe ziet het dorp van je ouders eruit? Ongeveer 90% de huizen zijn verwoest. En een directe oom van mij,
Die had een huis en 2 koeien. Dat was alles wat hij had. En het huis is ingestort en de koeien waren daarin. Dus hij heeft niks meer. Hij heeft helemaal niets. Nee. Nee. En nu woont hij bij een keer bij een buurman, een andere keer bij een zus, een andere keer bij dit en andere keer dat. Ja. Dus het is, en dat is verhaal van niet alleen hem, maar dat is verhaal van zoveel Nepalezen in zoveel dorpen. Een verhaal die ik heb meegemaakt, dat is niet alleen van mij, maar zoveel Nepalezen die hier zitten of ergens anders in de wereld zitten. Dus zo schrijnend is de situatie. En zo ver weg is het, maar zo dichterbij komt het. En zoveel, het raakt je heel erg. Ja. Monique, jij was ook in Nepal. Waar was jij? Nou, voor Plan Nederland was ik heel toevallig op projectbezoek in de bergen. Op een paar uur rijden van Kathmandu. Ja, jij bent directeur van Plan Nederland. Ik ben directeur van Plan Nederland, ja. En ik was daar in een schooltje, in een bijeenkomst met meisjes. En opeens begon alles te bewegen en te trillen. Die foto heb ik gemaakt van die meisjes toen we daar waren. En toen, grote paniek. Het was een één verdiepingsschool, dus we konden er uitkomen. Het was natuurlijk even dringen en duwen en paniek en gillen. En daarvoor was een open veld en daar waren we toen allemaal. Maar het oude schooltje daarnaast stortte in en een paar huizen in het dorp stortte in. Dus het was wel, het waren angstige momenten. Ja. Erik, jij bent van de week hier geweest. Heb je bij mij aan tafel gezeten. Dat was de dag dat jij ook in het NOS-journaal bijna de hele dag te zien was. Ook behoorlijk geëmotioneerd was je toen, omdat je geen enkel idee had of jouw kinderen nog zouden leven. Je kon geen contact krijgen. Je kreeg toen in ieder geval het goede bericht dat ze nog leven. De bevestiging. Nu weten we dat ze onderweg zijn. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het eigenlijk goed, ja. Ik denk dat de adrenaline mij overeind houdt. Want ik ben vanmorgen 2:30 op en de hele dag in de weer geweest. Maar vanmorgen zaten ze nog bovenop een berg en was het helemaal onduidelijk of ze daar naar beneden konden komen. En dan is de berichten van het ene moment worden ze opgehaald en het volgende moment wordt er gezegd, het is 3:00. En een vliegtuig in Kathmandu stond dan klaar voor de Nederlanders. En dat was maar de vraag of ze dat zouden halen. Ja. Laten we even kijken naar het nieuws van vandaag in een reportage van de BBC. Tenminste, een fragment eruit. Nepal is one of the most challenging places on earth to organize a relief operation. Some of the worst hit communities are also the most isolated. Whole villages here in the foothills of the Himalayas have been razed to the ground. We're circling to try and find a place to land. This is one of the first flights into this isolated mountain community. And logistics aren't the only challenge for the relief effort. There is growing anger about what is seen as a lack of coordination by the government. This man waited 4 days for help for his injured wife, then carried her up the hill on his back. Niet om te vingerwijzen, Ram, maar is het nou zo dat deze regering niet functioneert omdat ze niet kunnen? Of is er wat anders aan de hand? Ik denk dat ze niet kunnen, dat denk ik. In het verleden, er is tot nu toe allerlei regeringen geweest. Hè? Al eeuwen heen. En het is elke keer hetzelfde probleem. De corruptie is heel hardnekkig. Ja. En dat is zo ingebakken in de cultuur ook. Hm? Dus dat is eigenlijk dat iets wat het hele land helemaal lam legt. Ja. Je begrijpt dat corruptie, op het moment ook dat je dat noemt, ook altijd een grote drempel is voor mensen om bijvoorbeeld geld te geven. Omdat mensen denken, waarom zouden we nou geld geven aan een corrupt land? Want dat komt dan alleen maar op de verkeerde plek terecht, in de verkeerde zakken, in de verkeerde handen. Ja. Ik denk dat we heel erg moeten uitkijken, alleen naar als we alleen naar de corruptie kijken, de mensen zijn heel erg dupe daarvan. Mm-hmm. En wat wij willen is de Nepalese mensen helpen die daar meeste van getroffen zijn. Ja. Dus ik denk dat wel de hulporganisaties slim genoeg zijn. En ik doe ook hierbij de oproep om de hulporganisaties zoveel mogelijk met kleine initiatief, persoonlijk initiatief, lokale initiatief, daarmee aan de slag te gaan. Ja. En overheid alleen te gebruiken om papieren dingetjes te regelen. Dus de hulporganisaties doen dat ook al lang niet meer, dat ze zomaar geld geven aan een overheid. Precies. En zeker niet aan een corrupte overheid. Ze hebben geleerd van het verleden. Ze hebben al geleerd van hoe het eigenlijk aan de slag moet. Ik denk dat de communicatie en de infrastructuur van Nepal nu ook echt een groot probleem is. Ja. Wat veel mensen niet weten is dat wij al voor de aardbeving hadden wij 10 uur per dag geen elektriciteit. Stonden vrouwen weken in een rij voor gas om eten te koken. Mm-hmm. Dus er was al heel weinig. Water altijd een tekort. Altijd een tekort aan water. Ja.
En dat was al in de hoofdstad waar ik het nu over heb. En zoals nu, mijn man die gaat dus morgen naar Dading toe. Ik had hem vandaag aan de telefoon en zei... ik kan 70.000 mensen bereiken, ik heb de middelen niet. Ik moet met iemand in contact zien te komen die dat kan doen. Hij heeft de leiders van de gebieden waar hij is, daar staat hij mee in contact. Maar hij heeft de middelen niet. Nee. En dan is de communicatie weer een probleem. Ja. Sietske, jij bent nu teruggekeerd met man en kinderen, hè? Ja. Ga je weer terug? Ja. Ik hoor zeker aarzeling. Ja, ik wil terug. Ik voel me al ontzettend schuldig dat ik hier zit eigenlijk. Want ja, ik ben zo verscheurd. Je laat een land in nood achter. Maar ja, ik wil niet de verantwoordelijkheid... of nee, juist wel de verantwoordelijkheid nemen voor mijn kinderen. Ik kom weg. En als ik zou zijn gebleven, wij zouden alleen maar voedsel en water hebben genuttigd, wat eigenlijk nu beter naar andere mensen kan gaan. Ja. Maar ja, teruggaan, ja. Maar ik weet niet wanneer. Nee. Sriti, denk jij dat als je dit hoort, dat je dat land een land is... waar het sowieso al slecht mee ging, dat weet jij natuurlijk ook, dat hoor je vast. Wat is dan nog de oplossing voor bijvoorbeeld jouw familie? Als je weet dat je zo'n huis kwijt bent, dat de hypotheek doorloopt. Zie jij nog een uitweg ergens? Ja, ik weet niet. Ik zit ook iedere dag te denken van wat is de beste way, weet je. Ja, ik heb geen idee. Ik ben wel bezig om hen te, zeg maar, een beetje kalmen van ja, blijf even rustig, weet je. Dus huis kan het wel later bouwen. Ik ben gewoon blij dat het iedereen veilig is. Voor nu, zeg maar. Ja. Maar later zien we wel gewoon iedereen samen. Ja. Doen we alles wat we kunnen. Je legt de lat altijd weer lager op het moment dat je weet dat ze in ieder geval nog leven. Op dit moment kunnen wij gewoon niks. Nee. Ook met de geld gewoon niks. Nee. Nou ja, wat wij in Nederland hier kunnen, voor zover mensen zich daartoe aangesproken hebben gevoeld, is geld geven. Ik ga nu naar Dolf, want die zal nu onderhand wel in de studio van de Halle zijn, hier een paar honderd meter vandaan. En ik denk dat hij dat nu langzamerhand gaat horen, waarschijnlijk de eerste zin van wat ik nu zeg. Hallo Dolf, jij staat daar met Gijs de Vries, hij is actievoorzitter van de SHO. En jullie gaan denk ik de voorlopige uitslag bekendmaken, hè? Hoe is het daar? Wij zijn in de Hallen. En daar is het nog steeds hartstikke vol. En naast mij staat inderdaad Gijs de Vries. Baas van 555, wat is de officiële titel? Actievoorzitter. Actievoorzitter. Ja, mooi hè? Wat voor dag was dit? Ja, dit was echt een ongelofelijke dag. Hartverwarmend, enorme solidariteit. Het begon vanochtend om 6:30. Twee jonge kindjes met cupcakejes, die kwamen €63 brengen. En dat is uitgegroeid tot een bedrag wat ik zometeen bekend ga maken. Allerlei acties, de Nepalese bevolking hier afgevaardigd, artiesten. De meest maffe dingen vinden er plaats wat dat betreft. Alles om de nood van de mensen in Nepal te kunnen lenigen. Wij zien beelden. Wij zien ook dat er daar nog heel veel moet gebeuren. Dat de Nepalese bevolking zegt van, waar blijft de regering? Gebeurt er wel wat? Wat gebeurt er nu al en wat kunnen wij gaan doen met de opbrengst die we zo zien? Ja, nou, dat is het mooie van de samenwerkende hulporganisaties. Die zitten allemaal met z'n 11 al daar, al die organisaties. En met het geld wat is er binnengekomen, zijn we al meteen aan de slag gegaan. Dus voedsel, schoon water, onderdak, medische voorzieningen. Dat hebben we allemaal al gemobiliseerd en dat kunnen we nu nog meer doen. De directe nood lenigen, maar ook zometeen met het geld de wederopbouw die hard nodig is in het getroffen gebied. We gaan zo'n bedrag zien. Dat is niet het eindbedrag, want we gaan zeker nog een week door met Giro 555. En mensen kunnen dus ook naar aanleiding van het bedrag wat ze nu zien zeggen van, daar moet wat bij. Ja, dat klopt, want dit was de kickstart van deze campagne die nog een week duurt. Dus het bedrag wat ik zo bekend ga maken, dat gaat nog veel hoger worden. Juist, ik vind dat we het bekend gaan maken. We gaan dat zien op het scherm en dat gaat verschijnen. Het bedrag tot nu toe wat voor Nepal Giro 555 is binnengekomen. U ziet het op Nederland 1, misschien ook al tegelijkertijd op RTL of op enige andere plek ter wereld. We gaan dat bedrag nu onthullen. Wij praten over €8.612.860,87. Ja, het is echt waar. Het staat er echt. Dankzij de Nederlandse bevolking. We flikkert hem weer. Ruim 8,5 miljoen is heel veel geld. Een blij mens naast mij nu. Ja, ongelooflijk. En we gaan er overheen, hè? We gaan er echt overheen met z'n allen. Juist.
Dit is wat wij hier horen, Jeroen, vanuit de hallen waar iedereen heel erg blij is. Wij met z'n allen, Nederland, iedereen die meedeed op 555 heeft ruim 8,5 miljoen binnengebracht. En we zijn nog niet klaar, dat is duidelijk. Het gaat zeker nog een week door. Dus als u nu kijkt en denkt van, oh, niks overgemaakt, dan gaan we over de 10 miljoen. Dat zou een prachtig bedrag zijn voor Nepal. Dankjewel voor alles wat al gedaan is. Juist. Jeroen. Dankjewel. En sterkte jullie daar. En een mooie dag gemaakt daar in de hallen in Amsterdam. Nog heel even een korte reactie, jongens. Het is, ja, ik weet dat het altijd een beetje stom is. Wat moet je er nou op zeggen? Je bent blij natuurlijk. En aan de andere kant denk je, het is misschien een beetje... er is meer nodig dan wat je kan ophalen. Toch even een eerste reactie, Ram. Wat vind je ervan? Heel mooi bedrag, sowieso. Heel veel geld. Wat ik al in het begin heb gezegd, van, net zoals voor een voorbeeld van mijn oom, die een hele, beide koeien kwijt is en het hele huis kwijt is. Ik hoop dat dit geld, wat we hier verzamelen, en dat het naar de mensen toe gaat, net zoals mijn oom. En ik hoop dat men, in ieder geval alle Nederlanders die aan het kijken zijn op dit moment, Nepal warm hart toedragen. En geven, gul geven wat ze kunnen. Want de Nepal heeft dat hard nodig. Dat heb je nog even gezegd. Monique, kun jij nog iets zeggen wat bijvoorbeeld Plan Nederland doet daar nu? En kan zij ook, doen jullie mee met wat er hier binnen wordt? Ja, wij zijn lid van de samenwerkende hulporganisaties. Wij zitten zelf als organisatie al sinds 1978 in Nepal. Ja. We werken in 7 districten. We werken daar met en voor kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor meisjes. Ja. En ja, ik vind dit voor de eerste dag een ongelooflijk mooi bedrag. Ja. Echt ongelooflijk. En ik zou zeggen, laten we het minimaal gaan verdubbelen. Want ik denk wel dat het inderdaad belangrijk is om te zeggen dat we hebben nu over corruptie gehad en zo. Maar nog een keer te zeggen dat die 11 organisaties daar echt zitten en daar het geld naartoe gaat. Dus dat mensen die nu geld storten niet bang hoeven te zijn dat het naar die regering gaat, maar dat het echt naar die 11 die er al zijn. Ja, want die samenwerkende hulporganisaties die hebben in principe niets te maken en hoeven zeker ook, hebben ook geen enkele verplichting om geld te geven aan organisaties die ze niet vertrouwen. Sterker nog, daar wordt vrij scherp op nagekeken. Ja, dat is belangrijk. Oké. Okay. Nou ja, goed, het is altijd raar om heel blij te zijn met iets aan het einde van een treurige week. Want een treurige week is natuurlijk sowieso geweest in Nepal. En dat zal het voorlopig nog blijven. Ik wens jullie ontzettend veel sterkte. En ook persoonlijk plezier bij de terugkeer van de kinderen. En we gaan het er vast nog wel volgende week of de week erop een keer over hebben hier aan tafel. Dank jullie wel. Wij zijn er maandag weer met het programma. Goed weekend allemaal.